Nederland, dus geen lof zonder kritiek. Ja. Heb je het AD gelezen van vandaag? Nee. Hugo Borst? Nee, ik heb niet gelezen. Nee. Hmm. Wij wel. En die zegt van, ja, dat kan natuurlijk nooit dat Wesley in die wedstrijd staat. Koeman die moet juist de jonge mensen opleiden en die moet hij een kans geven. Hij noemt het krankzinnig. Onze speciale verslaggever Lex Uiting, die ging even verhaal halen bij Hugo Borst. Kijk mee. Hij roemde Sneijder al om zijn toplichaam voor een café-elftal en gaf hem de bedenkelijke bijnaam Sleutelhanger. Toch gaat columnist Hugo Borst in de week dat we met de ganse natie afscheid nemen van misschien wel de beste speler van de afgelopen 30 jaar nog een stapje verder. Hugo, wij eren onze grote held Wesley Sneijder deze week. Terecht. Terecht. Zeer terecht. En dan kom jij weer met die column vanochtend in het AD. Jij kan ook al niet lezen. Ik hoop dat Twan het wel goed gelezen heeft. Dat was natuurlijk een frontale aanval op Ronald Koeman, de bondscoach. En ik neem Wesley ook niet kwalijk dat hij deze prachtige wedstrijd heeft. Dat heeft hij zelf slim afgedwongen. Die gun ik hem ook. Maar dat neemt niet weg dat wij 3 dagen nadat het feestje van Wesley wordt gevierd, de wereldkampioen ontmoeten. Nou, wat is er nou idealer dan op de dag dat dat leuke feestje van Wesley Sneijder is, om even goed te oefenen voordat we tegen die Fransen spelen. Maar dat gaat niet, want Wesley loopt in het veld. Maar kijk, hij wil natuurlijk met dat Wilhelmus nog één keer het veld op, een volle arena, waar hij ook begon. Heb jij de academie voor de sportjournalistiek afgemaakt? Zeker. Ik ook. Oh, ik helemaal niet trouwens. Nee, ik ook niet. Nee. Komt er dan ook reactie uit Kamp Sneijder? Ja, nou. Rodney vroeg of ik misschien te veel gedronken had. Ik zei, lief dat je opkomt voor je broer. Ja, echt lief, daar hou ik van. Wij willen onze held eren, Hugo. Wij willen hem die wedstrijd gunnen. Nou, mag ik hem dan tot de camera richten? Wesley, je behoorde tot de allerbeste voetballers van Nederland. Ik schat je zo in all times, dus praat je over 100 jaar Nederlands elftal, positie 7. Ik hoop dat je daar genoegen mee neemt. Doe je dat eigenlijk of niet, positie 7? Nou ja, weet je, ik ga hier niet eens op in. Ik bedoel, als ik van zo iemand iets aan moet nemen, dan... hij überhaupt op dat podium hebt om in de AD iets te mogen schrijven. Dus, ja, dat vind je dat niet moet? Nee, hij heeft een heel ander podium nodig. Dat is niet journalistiek, denk ik. Maar het is meer een komiek. Ja, daar zijn zo zie ik hem. Ja, stand-up comedy. Ik bedoel, dat is toch wat hij probeert. En dat is toch wat hij los wil maken. Ik bedoel, ja, lekker belangrijk. Ik sta daar donderdag. En ik weet zeker dat hij naar me gaat kijken. Maar dat is nog het mooiste ook. Ja. Maakt het je en klaar? Ik zal zorgen dat hij geniet ook. Ja, heel goed. That's the spirit. Yes.